naar deel 2 van weekvlog 35. Ja, en we hebben lekker 2 dagen ook overgeslagen. Ja. En waarom? Omdat we daar geen zin in hadden. Nee, we waren even klaar mee. We hebben het druk met school, met alles. En we proberen alles door te filmen. En ondertussen zijn wij heel erg druk bezig met onze post en dergelijke. En dus beginnen we pas op de vrijdag. Zoals je ziet, heb ik net even lekker gewandeld. Het wordt al een beetje donker. Ja. Op een gegeven moment dacht ik dat ik ook een dier zag in het weiland. Dus ik ben er helemaal heen geschokt door het zand heen. Ja. Maar we zijn nou bezig nog steeds met de post. We moeten nog touwtjes maken aan al onze strijkraaltjes, plaatjes. Maar de thee is binnen. Dit is de thee. Even opfleuren. En die zakjes ga ik dus in elke post erbij doen. Het idee had ik bij een juf een tip gezien. En bij Jill, een kennisvriendin van mij. Even opfleuren, thee gaat erbij in. En dan... Jill had ook een hele leuke tekst. Nu kun je er vast wel even weer tegenaan, ja. Zoiets. En ik had Guido gevraagd of hij wat kaartjes... Want ik heb van die blanco kaartjes die je in envelopjes kunt stoppen. Dit is de schets, zodat jullie echt even kunnen zien dat Gideon het ook echt zelf heeft getekend. Ik wou graag een theekopje met een schoteltje en een klavertje 4 als hangertje van het theezakje. Ja, dus, die heb je gekregen. Ja, ik heb al 1 ingekleurd. Dus, en daar komt dan nog tekst boven en binnenin ook nog. Dus we zien nog wel even hoe we het gaan doen. Ja. Jij bent nog bezig met tekenen. Jess is deze, die is echt, het is echt heel veel werk. Ja. Dus we zijn nog wel even bezig, dus we gaan nog even verder knutselen. En yes. Dan zien we morgen weer. Morgen laten we pakketjes zien. Ja. We hebben wat gewonnen. Ik heb een pakketje gekregen, heel lief. Ja. En we hebben fanmail. Een beetje apart fanmail, dat wel. Maar ik weet ook niet zo goed wat ik ermee moet. Nee, ik ook niet. Nee, oké. Okay. Trouwens, ik heb een beetje klein ogen en een rode neus. Want ik heb hooikoort. Ja, het is echt heel erg op dit moment. Ja. Ben je ineens de hele dag... Dus ja, ze heeft geen crisiskoorts. Je weet wel welke, wat we noemen de naam maar even niet meer. Hooikoorts. Ja, hooikoorts. Dus wij gaan lekker verder tekenen. Het is vrijdagavond laat. Het is 10:15. En we gaan dit weekend gewoon doorvloggen. En maandag komt al pas de vlog online. Dus als jullie dit zien is het pas maandag. Ik weet dat er dan van tevoren heel veel vragen komen. Komt er zondagavond geen weekvlog? Sorry, we doen het een beetje op onze manier. Ja. Maar elke dag loopt het op dit moment ook anders. De afgelopen... Morgen zitten we 5 weken bij huis. Jeetje. Ja, lang 5 weken. Dus je kunt nagaan dat voor iedereen... bij jullie thuis is het ook niet even makkelijk. Dat geldt ook voor ons. En dan moeten we ook nog eens doorfilmen. Dus, maar er is eigenlijk geen moeten, want we moeten niks. Dus we doen het gewoon op onze eigen manier. En ja, we maken ervan wat we kunnen maken, toch? Yes. Ondertussen gaat ook Toy Channel For You door. En dat is ook nog best wel een klusje. Oh ja, en volg je dat nog niet? Link in de beschrijving. Ja, en ga even heen, want we hebben nog een winactie van Bloom Doll Pop lopen. Ja. En dat zijn die babypopjes. Nee, dat kan ik dus niet, hè? Plop. Dus. Nou, dat was het. We gaan verder kleuren. Ik moet zeggen dat ik de glitterpennen wel heel erg mooi vind. Dus ik ga daarmee verder. Jij hebt je eigen kist helemaal. Ja. Wat zijn dit ook alweer? Wat zijn dit? Markers van de Action. Ja, maar hoe heet ze? Ze hebben een naam. Dit zijn de Twin Markers. Je hebt echt bijna alles volgens mij, zolang het verandert. Ja, maar dit is ook niet alles. Ja, dit is ook niet alles. Nee, oké. Nou, tot morgen! Het is zaterdag. 18 april. 18 april en we gaan, voordat we weer verder gaan knutselen... En speelgoedvideo's maken. Gaan we nog even lekker chillaxen. Ja. We noemen het nooit relaxen of chillen, maar chillaxen, hè? Nee, ja. Ik zeg altijd gewoon chillen. Ja, chillen. Chillen met je roze billen. Woehoe. Oh, op je billen wel. Ik zag hem. Ja hoor, ja hoor, ja. Nou, jullie chillaxen, chillen, relaxen nog maar even door. Yes. Straks gaan we weer lekker verder. En vanavond gaan Indy en ik... Een LOL. Stop, Jess. LOL. Video maken. Surprise. Video maken. Want daarvoor hebben we ook al... Nagels, maar mijne moet even... Ja, de mijne moet ook even netjes. Laat zien. Neonkleur. Wat zal dat toch worden? En later ook nog die andere. Flotonia met het zand. Jess ook? Ja. Ik denk dat jij dat ook leuk vindt. Nou, have fun. Poepiedoepies. Poepsie floepsies, schatjes, pataatjes, mopje popjes, ja, poepenscheten kakkenstrontjes. Ciao. Doeg. Bella en Bello, weet ik veel hoe. Bella, ciao.
Ciao Bella. Zo, wat was dat? Dat was de daarachter pontsprong. Zien het. Doei. Doei. Oké, okay, het is zaterdagavond en wij gaan filmen. Nou, wat gaan we filmen, Indy? Niet deze stickers, maar LOL. Surprise. Nice. Maar dan glow in the dark LOL surprise. Dus met blacklight. En als het goed is, gaan die shinen. Maar ook onze nagels. Schijnen ze op die van mij? Die van mij zijn nog feller. Ja. Dus dat gaan we nu filmen. Dus tot morgen. Het is zondag 19 april. En de zon schijnt weer mega fel. Indy en Jess zijn al de hele tijd buiten spelen aan het rolschaatsen en dergelijke. En nu zit mevrouw op de trampoline in de zon. Ukulele te spelen. Yay. Oh. Nou, hit it. En iets met zang of zo erbij? Ra, 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 ah, ah. Denk wel hoe die ook ging. Van, Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody. Okay, stop, stop, stop. Because of the. What? De muziekrechten. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nou, je zit nog wel even lekker in het zonnetje. Ja. Vanavond gaan we proberen, als ik in de mood ben, om een AliExpress video te maken. Ja. Word ik al ongevraagd. Maar ik denk dat we twee delen gaan doen, zoveel hebben. Ja. Ja, want ik heb heel veel besteld afgelopen maanden. Ja, maar ook al opgespaard. Maar het is ook heel laat binnengekomen allemaal. Oh, dikke wind. Dikke woei. Nou, spelen en jumpen tegelijk. Tata. Tata. En ondertussen is Jess aan het afwassen. Dat ga ik maar niet filmen. Dat vindt hij helemaal niet leuk om te doen namelijk. Ik heb me echt hysterisch opgemaakt. Gewoon omdat ik er zin aan had. Gewoon even oefenen met wat paletjes en zo. En misschien neem ik dan vanavond zo een video op. Voor de rest loop ik nog in mijn klofje. Dus dat is onze zondag. Het is vandaag maandag 20 april. En aangezien ik de vlog nog niet af heb. En het allemaal een beetje moeizaam gaat, dacht ik, ik film nog even door. En Jess en ik gaan van die jelly decorations van de Action gaan we maken. Jelly, het voelt echt plakkerig jelly. Ja. Ja, en hier had ik al in geprikt, maar dat gaat er zomaar weer weg. Dus hij doet het wel. Er zitten allemaal dingetjes bij, balletjes. We hadden ook een unicorn of een zeemermin staart, maar dat hoeft niet. En Jess heeft gekozen voor de roze. Ja. En ik voel de doorzichtige. Nou, jij wil de gewone balletjes erin doen. Mm-hmm. Ik hoop niet dat we ze allemaal kwijtraken. Moeten ze er allemaal in? Ik hoop dat we in beeld blijven zo. Moeten ze er allemaal in? Dat weet ik niet, je moet zelf weten. Ik zou het wel even een beetje eruit halen eigenlijk. Ik zou eerst alle... Wat doen nou? Oh. Dit zijn foamballetjes, ik voel het al te zacht. Ik zou eerst alle slijm eruit halen. Leg het maar even hier. Dat heb ik nog wel eens te zien is zo. Doe je handen maar een beetje, doe het slijm een beetje naar voren. Waar dit zakje ongeveer ligt, moet je met je handen gaan zitten. Met het gel zo gaan zitten, ja? Ja. Dus ik ook. Het is wel moeilijk om eruit te krijgen. Zo, ik heb het eruit. Het is heel, heel dik. Kijk of je er ook een scheetje mee kunt laten. Als jullie wat van buiten horen, de buitendeur staat open. Dus dat zijn auto's. Kijk hoor. Ik heb gewoon een heel. Geluid maakt het niet. Iemand zei dat het niet werkte. Dus dat zeiden ze laatst toen ik een Action Shop nog hield. Dus jij hebt roze. Ik denk dat die voor mij straks niet meer doorzichtig is. Ongeveer hier bij het zakje met je handen, hè? Ja. Welke kleur ging ik gebruiken? De roze of de. Ik ga de regenboogballetjes gebruiken. Hier ongeveer, hè, Jess? Ja. Waar dit zakje ligt, ja? Oeh, maar je gaat snel uit elkaar. Nou, als je hem dan helemaal plat plet en even een kuiltje in maakt, dan kunnen we daar wat balletjes in doen.
Ik denk niet dat je jouw hele zakje erin hoeft te doen. Nee. Je hebt wel heel veel. Ik doe eerst de helft. En dan kneed je dat weer zo in. Iedereen zei, of niet iedereen, sommigen zeiden dat het niet werkt omdat de balletjes eruit vallen. Die van mij zijn wel hard, die van jou zijn zacht, hè? Ja. Dus goed vouwen. Mijn stoel krept echt als een gek, joh. Maar tot nu toe vallen ze nog niet uit. Je moet even die erbij deppen, hè? Ja. Ja, je hebt echt foamballetjes, die zijn veel plakkeriger. Oeh, het ziet er wel heel mooi uit. Ik ga er nog meer in doen. Ik krijg nu ook jouw foamballetjes. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Ik doe ze allemaal bij je, die van mij. Niet die van jou, hoor. Nee. Je hebt een mega zak. Dus als, ja, maar die van jou zijn echt van dat piepschuim foamballetjes. Het is een zakje foamballetjes ook veel groter. Nog meer? Zal ik een beetje in het dekseltje doen? Ze zijn ook heel zacht. Voelen die wegen helemaal niks. Voor mij zijn echt... Zie je op de tafel laat vallen? Kijk je geluid. Die ben je van jou niet. Nee. Nou, kneden. Ja, niet doen. Straks heb ik hem er weer in zitten. Hier heb je ook nog een hele hoop. Je moet het echt goed kneden. Dat het er echt in blijft zitten. Oh, die van mij gaat er vandoor. Oh, die van mij gaat er weer vandoor. Hier blijven. Gaat goed. Nou... Nou, voor mij zit er nou wel redelijk in. Nog goed kneden, kijken of ze eruit vallen. Ja, dus. Mijn hielp een beetje. Ja, maar dat moet eigenlijk niet, hè. Dat is wel heel mooi, kijk. Het leuke van is... dat zijn er al twee. Ik kan er ook nog glitters in doen. Zou ik dat doen of niet? Ik zou het wel doen, als leuk. Ja? Ja. Die zat er wel bij. Roze glitters. Ik denk wel dat ik echt vieze handen hiervan ga krijgen. Echt roze glitters. Oké, nou, ik ga hem dan even zo plat mogelijk maken. Knettert die van jou? Nee. Ja, volgens mij wel. Het is wel gaaf. Maar de balletjes vallen er inderdaad uit. Ik denk dat we het straks in een potje doen. En dan zakt het vanzelf naar de bodem, denk ik zelfs. Ik ga bij mij glitters erin doen, ja? Ja. Nou, kijk als dat wil. Moet ik hem alvast in een potje weer stoppen? Ja, doe maar. Deze kant een beetje potje. Zo. Oké, here we go. Here comes the glitter. Oh, dat is wel hele dikke glitter. Ik denk dat ik straks mijn hele handen en alles eronder heb zitten. Oké, nou kun je de scheetjes laten. Oké, hier gaat die van mij, mijn glitters. Kijk, nu zit de hele kwak glitters in het midden. Dan moet ik het nog doorkneden. Zonder dat mijn balletjes allemaal er vandoor gaan. Of ik laat het zo en ik laat hem straks vanzelf kijken of die naar beneden zakt. Kijk, hier zitten de glitters. Zal ik hem er gewoon weer instoppen? Ja. Ik kan er zo om doen, denk ik, want de balletjes zitten aan deze kant lossig. Kijk, in beeld komt die. Twee. Ik had er al laatst al in geprikt en toen liet het wel, toen ging het wel weer glad zitten, dus kijk, moet ik voor jou zien? Voor jou is wel heel gaaf geworden. Ik vind het echt hele leuke potjes ook, ook dit zo. Jelly base, dat is de basis van de jelly. Nou, ik doe ook mijn dekseltjes erop. Zullen we die roze nog doen? Ja. Welke kleur zullen we die doen? Deze dan? Ja. Oh, schiet niet echt op. Schiet niet echt op. En dit zijn ook harde balletjes. Dit is oranje roze een beetje. Zie je? Ja. Kijk hoor. Dat is een hele mooie. Oké, kuiltje maken. Ook alles erin, hè? Ja. Eruit voor de weg rollende balletjes. Straks eten de honden ze op. Ho. Is het nog los? Toch. Die niet, want dat is zo'n zachte.
Oh, Jess, rustig aan. Dit zijn andere balletjes dan die jij had. Deze harten die gaan wel echt alle kanten op. Lijkt wel heel mooi. Vind je niet? Ja. Zullen we het potje doen? Goed. Ja? Ja. Komt er maar met de pot. 1, 2. De pot. Gaaf. Ik vind het wel een leuk idee. Ja. Met de kant-en-klaar slijm. Dekseltje er goed op. En dan hebben we drie soorten gemaakt. Jo. Nou, mag je lekker verder mee spelen. Maar voor nu, doei. Het is maandagavond en we zijn weer een stuk verder. We hebben overal nu lintjes dus aan. Ik heb ze maar even zo neergehangen, want het zijn er 23. Dus deze twee, maar die houden, bewaren we even voor iemand anders. Ik heb eindelijk deze ook af. Hier heb ik de sticker die in die had ingekleurd afgeplakt. Deze heb ik gemaakt. Dit zijn de kopjes die Gideon had getekend, die ik zelf heb ingekleurd. Maar ik heb ook meteen gelijk. Hopelijk kun je er hiermee weer even tegenaan. En dat hebben ze allemaal dus. Thee erin. En dat is dus ook echt even opfleurend thee. Hier zit al post in. Kijk, wat zit erin? Woehoe. Hier zit al post in. Oeh, opa en oma. Nou, en de rest moet ik nog schrijven en envelopjes doen. Dan heb ik hier nog thee. Maar ik heb natuurlijk dus ook nog allerlei soorten zakjes. En die zakjes, daar kunnen we het natuurlijk ook in doen. Dus of een hanger, of een zakje thee, of alleen een hanger. En wat bij de seniorenwoningen in de brievenbus stoppen. Maar ik vind het al met al een leuk idee. Dacht ik me zo. En dan ga ik nu naar bed. Want het is bijna 11:30 en ik heb het wel gehad. Welterusten. Hey, het is dinsdag 21 april. Ja, en bij deze sluiten we de weekvlog af. Ik weet dat het niet echt de beste weekvlog was van ons leven. Nee. Het is dan wel deel 2 van weekvlog 35. Dus het eerste deel was heel erg leuk. Maar ja, we hebben wat berichten geplaatst. Zowel op Instagram en jij hebt het op Facebook geplaatst. Of nee, YouTube voor mij geplaatst. Dat het niet zo goed gaat. Ik heb het heel zwaar met de situatie nu. En het wordt het natuurlijk ook niet beter op dit moment dat we bij huis zitten. Want Indy en Gideon en Jess hebben hun school en dergelijke. En ik, ja, ik val een beetje in het niets. En ik moet me ook een beetje rustig houden in huis. Omdat iedereen hier aan het werk is natuurlijk. Dus ik, ja, mijn dagelijkse ritme is weg. En daar kan ik niet zo goed tegen. Dus ik doe nog steeds mijn best. En we zullen ook gaan proberen te kijken wat we kunnen filmen. Ik weet niet of er volgende week een weekvlog komt. Nee. Maar we zullen wel andere video's gaan maken. We hebben ook nog pakketjes en die zou ik ook nog laten zien. Maar ja, dus we doen ons best. Dus Daar komt nou gewoon even een, het komt er nou niet van om pakketjes te laten zien. Maar we hebben hele leuke nieuwe pakketjes. We hebben een prijs gewonnen. We hebben een leuk pakketje, heb ik gekregen, van Claudia. Ik heb een heel mooi pakket gekregen van FS Agency met nog een nagellamp met mooie nagellak erbij. Omdat ja, op dit moment kun je natuurlijk niet naar de nagelsalon. Ja. Dus je moet het zelf doen. Dus inderdaad, dus dat is heel handig. En dan gaan we nog ook doen. Ja. Dus bij deze sluiten we de weekvlog. Ik hoop dat jullie wel een duimpje omhoog doen. Nog even abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En op het belletje drukken. Een leuke reactie achterlaten. Want dat is ook ja, laat even een leuke reactie achter. En jullie zien vanzelf wanneer er weer een video online komt. Ik hou altijd iedereen zoveel mogelijk op de hoogte bij community. Ja. Dat kun je boven in de balk zien als je naar ons account gaat van YouTube. Daar staan dan foto's. Meestal zet ik er een fotootje bij, zodat het ook opvalt. En anders op Instagram, op in de stories. En de wedstrijd, de winactie op Instagram. Toy Channel for You. Toy Channel for You loopt nog steeds. Dus doe daar nog even aan mee als je nog niet... Regels zijn daar heel duidelijk, dus lees gewoon goed. Het is maar iets kleins. Het is gewoon een reactie plaatsen en 3 mensen taggen. Extra winkans is een story ervan plaatsen. Ja, natuurlijk sowieso like en dat is heel logisch. Iemand vond dat we te veel eisen hadden. Nou goed, dan zeg ik toedeledokie. Dus dit was het. Hier houdt het bij op. Ik zie er ook echt fabulous uit. Jij ook. Ja. Je loopt nog in pyjama. Ik zal maar niet naar beneden gaan met de camera, want ze loopt nog in zo'n kort pyjama broekje. Ja, inderdaad. Dus, Bedankt voor het kijken allemaal en bedankt voor het geduld dat de weekvlog online kwam. Yes, tot de volgende keer. Doei. Doei.